Zou jij andere Indonesische verpleegkundigen aanraden hierheen te komen? Nee. Wat je ziet is dat hier eigenlijk gewoon gehandeld wordt in arbeid. En dus ook, want daarom is arbeid geen handelswaar, in mensen. Ja, schijnconstructie. Schijnconstructie? Ja, ja. Ja, die mensen worden hier niet naartoe gehaald om te studeren, hè, maar om te werken. Dit is een verhaal over bedrog. De eerste constructie is, zullen we alleen maar 6 maanden in Indonesië Nederlandstaal geleerd. Daarna gaan we meteen naar Nederland. Maar dat is niet zo in werkelijkheid. En dit is een verhaal over misleiding. Er was ons beloofd, je krijgt 6 maanden taal en cultuur en daarna krijg je een baan. We zouden ongeveer €2500 per maand gaan verdienen in Nederland. Dit is een verhaal over een burgcontract. Ja, we zijn bang natuurlijk. Dat is heel veel geld voor ons. In 2019 begon de droom van een groep van ongeveer 60 Indonesische verpleegkundigen. Een droom die voor velen van hen al snel veranderde in een nachtmerrie. Europa betekent rijk, veel geld, euro. En alle zijn meer sophisticated dan in Indonesië. De afgelopen 3 maanden heeft een vandaag onderzoek gedaan naar de import van Indonesische verpleegkundigen voor de Nederlandse zorg. Wat boven komt drijven is een construct gericht op geld verdienen. Zorginstellingen, betaald met gemeenschapsgeld, investeren €50.000 per Indonesiër. De commerciële tak van Avans Hogeschool en arbeidsbemiddelaar Jomema profiteren daarvan. Ja, dus dan leid je een HBOV'er op, terwijl je daar zelf heel veel geld aan verdient. En dan doe je alsof je de Nederlandse samenleving helpt met het probleem van het zorgpersoneel waar aan tekorten is. Ja, dit klinkt toch echt als een paar slimme jongens die heel veel geld proberen te verdienen op hele korte termijn. Het Waalwijkse bemiddelingsbureau Jomema, afkorting voor Your Medical Matchmaker, werft in Indonesië afgestudeerde verpleegkundigen. Avans Plus is de commerciële tak van Avans Hogeschool uit Breda. Deze onderwijsinstelling levert een opleiding verpleegkunde op hbo-niveau. Jomema en Avans samen hebben inmiddels met tenminste 9 zorginstellingen in Nederland contracten. 200 Indonesiërs werken en studeren nu in Nederland via deze constructie. We moesten 4 jaar studie doen. En we moesten herhalen onze opleiding in daar. De opleiding die je al gedaan had, moest je in Nederland nog een keer doen? Ja, we moeten nog een keer herhalen. De verpleegkundigen die begonnen aan de cursus Nederlands tekenden een contract met Jomema. Daarin stond dat ze een boete moesten betalen van €9.200 als ze deze opleiding zouden verlaten. Dat zijn ongeveer 3 jaar salarissen in Indonesië. Na aanvang van de cursus bleek dat er geen baan zou komen zoals was beloofd, maar een hbo-studie met stage. Maar door die boeteclausule zaten ze vast in de constructie. Ja, dat vind ik echt schandalig. Daar leef je natuurlijk een enorme dwang op. Ook al gaat dat vanuit het idee zo van ja, we hebben heel veel investeringen gedaan voor jullie. Hè? En als je zomaar vertrekt en we hebben de vliegtickets al gekocht, ja, dan moet je die boete betalen. Maar het is gewoon schandalig. Schandalig, want het is een bedrag wat voor Indonesische verpleegkundigen gewoon een heel hoog bedrag is. 3 jaar salaris. Ja, en ze hadden geen eens een baan, want ze moesten... ze mochten niet werken totdat ze naar Nederland zouden komen. Het is voorjaar 2020. 60 verpleegkundigen staan in Jakarta te trappelen om naar Nederland te komen, maar er is een groot probleem. De IND vertrouwt het zaakje niet en wil geen studievisa verstrekken voor de verpleegkundigen. Daar is toen een rechtszaak tegen gevoerd, hè? Want ze wilden die visa niet toekennen. Avans Plus Hogeschool huurt een advocaat in, meester Bart Maas. Die voert 1,5 jaar lang meerdere processen tegen de IND... zonder dat de Indonesische verpleegkundigen, die nog steeds in Jakarta zitten te wachten, daarvan op de hoogte zijn. En hij stelt zich als gemachtigde van mensen die dus helemaal niet weten dat er namens hen wordt geprocedeerd. En dat maakt het denk ik wel heel discutabel. Je kunt denk ik niet als advocaat optreden voor cliënten die niet weten dat je namens ze optreedt. En uiteindelijk is die rechtszaak ingetrokken en zijn de visa wel toegekend. Nou, we zijn heel benieuwd waarom de IND van standpunt is veranderd. Dat weten we nog steeds niet. Nee. Navraag bij de IND leert dat het aan Avans Plus en advocaat Maas was om de beoogde studenten goed te informeren. Dat hebben ze niet gedaan.
Eén Vandaag deed nog een andere ontdekking. Advocaat Bart Maas, die Avans Plus vertegenwoordigde in de processen tegen de IND, was ook aandeelhouder van Jomema. De 10% aandelen die hij had, probeerde hij te verkopen aan Otto Healthcare voor 1,3 miljoen euro. Hij voorspelde dat het bedrijf in 2024 meer dan 10 miljoen waard zou zijn en 2500 Indonesiërs in Nederland aan de slag zou hebben. Hij noemt de business case in een app aan Otto Healthcare een gebraden kippetje. Ik vind dat vrij shocking om te horen. Ja. Ja, ik ben zelf geen jurist, maar dat klinkt als een soort belangenverstrengeling. Want je wordt zelf heel erg rijk eigenlijk van, nou ja, met mensen leuren in Nederland. Volgens mij de enige mensen die in Europa worden verkocht, dat zijn voetballers. Maar die worden ook miljonair. Dat kun je toch van de Indonesische studenten niet echt zeggen. In het verleden zijn aandelen van Jomema aangeboden. Natuurlijk gaan wij altijd kijken, van, nou, is dit interessant voor onze organisatie? Wij kijken naar de mogelijkheden om in de toekomst mensen vanuit buiten de EU te halen. Dus dit was zeker wel een opportuniteit waar wij naar gekeken hebben. Maar na zorgvuldig de boel onderzocht te hebben, en naar de werkwijzes, maar ook de financiële haalbaarheid, hebben mijn adviseurs gezegd van, nou, ga hier alsjeblieft niet in investeren. Frank van Gol, directeur van Otto Healthcare, is niet blij met de manier waarop Jomema Indonesische verpleegkundigen behandelt. Mensen hier naartoe halen op basis van een studentenvisa, terwijl die mensen al jarenlang ervaring hebben, opleiding hebben gehad. En ik het niet moreel juist vind om mensen dan nog door een vierjarige studie of meerjarige studie in Nederland aan de gang te zetten. Dat kan niet waar zijn. Jomema zegt dus Indonesiërs op te leiden als hbo-verpleegkundige. Maar Bart Maas doet in zijn business case uit de doeken hoe hij als aandeelhouder van Jomema werkelijk tegen de zaken aankijkt. De onderkant wordt aangevuld met studenten, stage en werk, waardoor bestaand verplegend personeel kan doorgroeien. Nee, wat je er eigenlijk zegt is dus dat je dus mensen haalt voor de absolute onderkant van de arbeidsmarkt. En je presenteert het naar buiten toe en naar de IND toe als een hbo-studie. Als een internationale hbo-studie aan een gerenommeerde hogeschool. Ja. Ja. Ja, dat is vrij schandalig natuurlijk. Als ik onder die voorwenselen naar Nederland was gehaald en als zou blijken dat er zo'n verdienmodel achter schuilt, dan zou ik me bedrogen voelen. Naar aanleiding van deze bevindingen heeft de deken van de Orde van Advocaten een onderzoek ingesteld naar advocaat Maas. De deken wil niet ingaan op de uitkomsten daarvan. Je ziet gewoon dat bemiddelen van arbeid echt een verdienmodel wordt. En dat mensen met dollartekens in hun ogen toch denken dat ze hier heel veel geld aan kunnen overhouden. Nog een belofte die niet wordt nagekomen. Om de Indonesiërs over te halen naar Nederland te komen, wordt hen een verhuisvergoeding beloofd. €7.750. Maar bij aankomst blijkt ook dat niet waar te zijn. Dat wordt ze in een PowerPoint-presentatie meegedeeld. Hier wordt gewoon contractbreuk gepleegd. Er wordt iets toegezegd en dat wordt niet gedaan. Dus het moet alsnog. Maar ja, in ieder geval hebben ze er recht op. Ja. 200 Indonesische verpleegkundigen worden dus jarenlang gevangen gehouden in een workcontract. Er wordt hun een baan beloofd, maar ze krijgen een studie en uiteindelijk zijn ze gewoon handelswaar. Waarom gebeurt het bij ons? En we proberen onze best te doen.